Aflevering van Brainstorm in het nieuwe seizoen. Vorige week hebben we het gezegd, de prijzen ten opzichte van vorig jaar zijn verdubbeld. In de jackpot staat 3240 gulden met bloed, zweet en tranen bij elkaar gesprokkeld door de kandidaten van de eerste aflevering. We hebben vandaag twee nieuwe mensen, Jos Hogeboom en Liesbeth Grolman. En we gaan even nader kennis maken. Jos, waar kom je vandaan? Ik woon in Kortenhoef. In Kortenhoef. Bij Hilversum. Het klinkt net of je ergens anders werkt. Ik werk in Amsterdam. En wat doe je daar voor werk? Ik werk bij een ziekenfonds in Amsterdam. En ik ben daar coördinator van reorganisatieprocessen. Wat doe je naast je werk? Hobbies? Volleybal. Volleybal? Moet je daar niet 2 meter voor zijn? Nou, we spelen niet zo hoog. Dus... Nee, dat is dat. Ja. Maar hoe kom jij bij dat net dan? Hoe doe je dat? Ja, mijn sprongkracht is nog niet van een hele oude... persoon, dus geeft niks, kom vanzelf. Goed, je veerkracht gaan wij vandaag testen op geestelijk vlak. En Liesbeth, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Halfweg. Uit Halfweg, dat ligt tussen Amsterdam en Haarlem, dus Halfweg. In het midden inderdaad. Ja, precies, inderdaad. Ja. En wat doe jij? Ik ben huisvrouw met ontzettend veel hobby's en te weinig tijd. Noem de hobby's op, tenminste, pik er een paar uit. Toneel, kaarten, rummikuppen, puzzelen, uitgaan, tv kijken. Nou, ja, dan hebben we een aardig beeld. Eindeloos. Ja. Mag ik uit de combinatie van allerlei spelletjes die je noemt en tv kijken, opmaken, dat je een gerenommeerd tv-spelletjesspeelster bent? Eigenlijk wel, ja. Maar thuis gaat het makkelijk natuurlijk. Ja, nou ja, je weet niet. Misschien valt het hier ook mee. Ja, we zullen proberen. Zie dat je handen nu al bij de knop klaar liggen. Ja, je moet ze ergens laten. Precies. Oké, nou dat is in ieder geval de goede instelling. 3240 gulden voor jullie alvast bij elkaar. Gepuzzeld. Ja. Jullie weten hoe het werkt. De dobbelsteen bepaalt de categorieën waarin jullie gaan antwoorden. En de bedragen die jullie gaan verdienen. Die jullie in de jackpot, aan de jackpot toe gaan voegen. En wie de dobbelsteen krijgt van mij als eerste, wordt bepaald door de eerste zoekzin. Daar komen de hokjes in beeld. Je weet hoe het werkt. In die hokjes verschijnen 1 voor 1 letters. Die vormen met elkaar een zin. Ja. En die zin, dat kan van alles en nog wat wezen. Dus hou je geest open voor alle mogelijke alternatieven. Zodra je denkt dat je weet wat het is, toeter je. En houd de handen. Oh, jullie staan heel scherp. Heel goed. De handen zijn al bij de bel in de buurt. Ja. En als je het goed hebt, krijg je de dobbelsteen. En dan gaat het spel echt beginnen. Okay. Laat de eerste zoekzin maar verschijnen. Liesbeth. Pardon. Wat denk je dat er staat? Oude liefde roest niet. Wil je dat nog een keer zo secuur mogelijk zeggen? Want ik kan het heel snel afkeuren. Oude liefde roest niet. Ja, we gaan kijken of je gelijk hebt. Ja. Ja. Daar kan ik met de beste wil van de wereld niets tegen inbrengen. Oude liefde roest niet. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het klinkt een beetje André Hazes. Leg uit. Nee, volgende keer. Oh ja, nou ik dacht dat het iets André Hazes-achtigs zou zijn misschien. Hoe dan ook, je hebt het verdiend om de dobbelsteen als eerste in de bak te mogen gooien. Succes. En dat betekent dat we met jou eerst een rondje brain gaan spelen, zoals dat heet. 5 vragen uit de brain-categorie. Vragen die niks met elkaar te maken hebben. Je hebt er 30 seconden de tijd voor om ze te beantwoorden. Ja. En je kan 40 gulden per vraag, althans per goed antwoord, verdienen. En die antwoorden hebben de volgende beginletters. Die, zoals je weet, niet in de goede volgorde hoeven te staan. Hè? Dat je daar niet door laat misleiden. 30 seconden de tijd. Ben je er klaar voor? Jawel. De bel heb je nu niet nodig. Nee. Oké, dan gaat de tijd nu in. Welke zangeres is getrouwd met Pim Jacobs? De R van Rita Reis. Rita Reis is goed. Hoe heet het door de Eskimo's gebruikte eenmanskano? De K van Kajak. K van Kajak is goed. Wie was de eerste Nederlandse vrouwelijke minister? De K van Klompé. Klompé is goed. Hoe heet een collectieve nederzetting in Israël? De K van Kibbutz. K van Kibbutz is goed. Welke sport beoefent Brenda Schultz? Tennis. De T van tennis.
5 keer 40 is 200. Plus 200 bonusgulden omdat je alles goed hebt. Ik vind het een aardige start. Hoe noemen ze dat in volleybaltermen? Setup smash, zou ik maar zeggen. Service. Probeer iets terug te doen. Hè? Een hele goede start. 400 gulden erbij. En de tweede zoekzin komt nu in beeld. Concentreer je weer. Handen weer bij de knop. Jos. Kom van dat dak af. Kom van dat dak af. We gaan kijken. Kom van dat dak af. Je mag gaan gooien. Liedje van Peter Koelewijn, hè? Voor jou ook 5 brainvragen. Maar zie, het onrecht slaat al toe door middel van de dobbelsteen. Je gaat er de helft mee verdienen van wat Lisbeth ervoor gekregen heeft. Het zijn zo. 5 vragen. Dwars door elkaar heen. En 30 seconden de tijd. De antwoorden beginnen met de volgende letters. En de tijd gaat nu lopen. Wat is de hoofdstad van Chili? Volgende vraag. Wie was op 1 september 1990 president van Tsjechoslowakije? Volgende vraag. Welke club speelt in de Galgenwaard? De U van Utrecht. U van Utrecht is goed. Wie zo'n koffie, lekker bakkie koffie? Volgende vraag. Hoe heet het belangrijkste Belgische persbureau? Ik zou het niet weten. De hoofdstad van Chili. 1 had je er goed. 20 gulden heb je verdiend. Had jij de antwoorden geweten, Lisbeth? Een paar wel, ja. Ja, hoofdstad van Chili. Ik denk Santiago. Santiago, ja, dat denk ik ook. Ja. De president van Tsjechoslowakije per 1 september. Havel. Havel, ja, Haven Havel. Utrecht was goed. Koffie, lekker bakken koffie. Corita Rita. De C van Corita Rita, ja, inderdaad. Ja. En het belangrijkste Belgische persbureau is... Belga. Belga. De B van Belga. Nooit van gehoord. Goed, in ieder geval zijn er geen nullen meer te zien. Behalve achter een cijfer, dus dat maakt een betere indruk. En we gaan de derde zoekzin spelen. Lisbeth. Ik denk woensdag gehaktdag. Woensdag gehaktdag. We zullen zien. Absoluut. Woensdag gehaktdag. Donderdag spaanderdag, dat kan nog. Want waar gehakt wordt vallen spaanders. Zou precies. Het kunnen zijn. Ja. Dat betekent dat jij mag dobbelen om geld. Bijna fataal, maar je trekt weer de braincategorie. Of je gooit weer de braincategorie. Ja. 5 vragen, dwars door elkaar heen. 5 beginletters van de antwoorden. Daar komen ze. En 30 seconden de tijd, dat gaat nu in. Ja. Hoe heet een vergader- of gehoorzaal in een onderwijsinstelling? De A van Aula. A van Aula is goed. Hoeveel spelers telt een waterpolo-team? De Z van 7. Ja, is goed. Hoe heet een met mos bedekte vlakte in Rusland of Siberië? Ik denk de T van Toendera. Denk ik ook. Aan welke rivier ligt Cairo? Aan de G van de Gangers? Nee, de N van de Nijl. De N van de Nijl is goed. Hoe heet een 360ste deel van een cirkel? Jammer. Je loopt de verdubbeling van de punten mis. Ja, jammer. Had jij dat geweten? Een 360ste deel van een cirkel? Een graad. Ach, de G van graad, dat was het geweest. Maar de andere 4 waren wel goed. Ja. Dus je bent weer verder uitgelopen. De volgende zoekzin en de volgende kans voor Jos om iets aan de achterstand te doen. Daar komt hij. Lisbeth, dit kan niet. Dit kan absoluut niet. Wat denk je dat daar staat? Wat daar staat kan wel. Ja? Geld maakt niet gelukkig. Ja, geld maakt niet gelukkig. Ik wil het eerste bewijs zien dat het goed is, hoor. Want ja, je hebt absoluut gelijk. Ja. Ik vind het een beetje hypocriet om dat met zo'n uitgestreken gezicht te zeggen... terwijl je hier schandalig probeert te verrijken. Maar ik vergeef het je. Ja, gooi de dobbelsteen. Maar dat is mensen eigen. Ja, zo is het. En voor de verandering de stormcategorie. Dat werkt iets anders, je weet het. Ik noem jou een verzameling. En dan krijg ik van jou 5 elementen eruit binnen de bekende 30 seconden. Ja. En de verzameling waar het hier om gaat is de ontbijttafel.
Wat vinden we op de ontbijttafel allemaal voor dingen? Er zijn weer 5 beginletters van de antwoorden gegeven. Nou, is het mogelijk dat jij een schitterend accessoire van jouw ontbijttafel weet te noemen wat een beginletter heeft die in dat rijtje voorkomt, maar die niet op mijn kaart staat? En dan ga ik je echt verschrikkelijk in de steek laten. Ja? Ja? Oké. Ben je er klaar voor? Ja hoor. De ontbijttafel. 30 seconden gaan nu in. De E van een eitje. E van ei is goed. De J van jam. De J van jam is goed. De K van kaas. De K van kaas is goed. De T van thee. De uiteraard. T van thee, ja hoor, absoluut. En de T nog van... Nog eentje. Oh, dat is moeilijk. T van tato, toe. Een toosje. T van toast. Ik reken hem goed, hij zat... Ik hoorde toast vlak voor ik de pingel hoorde. Ja. Dus, de volgende zoekzin, daar komt ie. Sta op scherp, let op de hokjes en let op de letters. Jos was eerder. Ja. Als puntje bij paaltje komt. Als puntje bij paaltje komt. We gaan kijken. Ja. Absoluut. Ja. En voor Jos de kans om iets aan zijn saldo te doen. Ja, goed. Ja. De braincategorie voor 40 gulden per goed antwoord. 5 vragen. 5 beginletters van antwoorden. Daar komen de beginletters. En je hebt 30 seconden de tijd om de goede antwoorden te geven, dat weet je. Ben je er klaar voor? Ja. Hij kan los? Ja. Dan gaat de tijd nu lopen. Lusaka is de hoofdstad van? Volgende vraag. Wie vond de luchtband uit? Volgende vraag. Hoe heet het voordragen van gedichten of proza? Volgende vraag. Hoe heet bij het biljart het raken van de andere ballen door de stootbal? 7 karambol. 7 karambol. Wie speelde de mannelijke hoofdrol in Turks Fruit? Eentje. Ja, ja. Ben je geïmponeerd door Lisbeth? Ja, enigszins wel. Ja? Ja? Ja. Maar recupereren. Je bent een man met een sporthart, dus probeer het te herstellen. Laat je nooit wegdrukken. Kan te groot zijn, dat ja, hart. Dus. Misschien. De karambol. Kijk, we komen op sportgebieden meteen, weet je het. De karambol had je goed. De andere antwoorden, Lisbeth, zou jij ze geweten hebben? Lusaka? Nee. Hoofdstad van Zambia. Zambia, ja. De luchtband werd, pju, zei je, heel aardig het geluid imiteren, ja. Door Dunlop uitgevonden. Ach. Het voordragen van gedichten of proza heet? Dichtkunst. Nee, declameren. 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 Ja. En de laatste, de mannelijke hoofdrol in Turks Fruit, was Rutger van? Hauer. Hauer. Ja. Hauer. Hauer, ja. Rutger, onze eigen Rutger. Jawel. Ja. Je hebt je saldo iets verhoogd. Ietsje. Nog niet zoveel als Lisbeth, maar we zijn nog niet uitgespeeld. Hier is weer een zoekzin en weer een kans. Zet hem op, daar komt-ie. Jos. Als dat maar goed gaat. Als dat maar goed gaat. We gaan kijken. Nou, het is helemaal goed gegaan. Ja. En laten we hopen dat het nu ook goed gaat. Ga je gang. Weer de braincategorie. Weer 40 gulden per goed antwoord. 5 vragen. En kaartje zit klem. Jawel, hier heb ik hem. De antwoorden beginnen met de volgende 5 letters. En de 30 seconden, als je zover bent, gaan nu in. Hoe heet een schriftelijke belofte tot betaling? Schuldbekentenis. Nee, is niet goed. Volgende vraag. Wie riep in 1970 eenzijdig de Republiek Rhodesië uit? Volgende vraag. Hoe heet het verschijnsel van pigment? Nee, hoe heet het verschijnsel als pigment in huid en haren ontbreekt?
De A van Albino. Albino is goed, ja. Albinisme. Hoe heet een stapelplaats van goederen die nog niet ingeklaard zijn? Gaat langzaam, ja. 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 Ja, het is heel moeilijk. Als je de eerste niet weet, moet je soms misschien doorjassen. Ja. Daar heb je de laatste weer door gemist. Wie hoort er bij Nico Rinks? Ronald, nee. Nico Rinks. De F van Florijn. Florijn, ja. De Olympische Florijn, kampioenen in de dubbel skif, weet ik hoe dat heet precies. De schriftelijke betaling tot belofte tot betaling heet? Misschien een promesse? Een promesse, dat was het goede antwoord. En de Republiek Rhodesië werd eenzijdig uitgeroepen door, in 1970, Ian Smith. Oh ja. En tenslotte, daar waren we ook nog niet aan toegekomen. Een stapelplaats van goederen die nog niet ingeklaard zijn. Hij is niet gering, hij is niet misselijk. Nee, hij is pittig. Een entrepot, de E van entrepot. Entrepot, ja. We gaan proberen die laatste zoekzin. Laat de hokjes maar verschijnen. Daar komt hij. Jos, voor de laatste kans. Het kan niet altijd feest zijn. Je haalt de woorden uit de mond. Het kan niet altijd feest zijn. Ja. Wat een levenswijsheid, Jos. Nou, ik zou zeggen, ik hoop dat je die wijsheid niet nodig hebt. Hoe verzinnen jullie ze? Ja. 40, de braincategorie. Je kan met een mooie score afscheid van ons nemen. Je kan maximaal 400 punten scoren. Dat zijn de vijf vragen, althans, dit zijn de vijf vragen. En dat zijn de beginletters van de vijf antwoorden. En de 30 seconden gaan nu in. Wat is het kleinste eiland van de Nederlandse Antillen? Is van Sint Maarten? Nee, is niet goed. Volgende vraag. Welk tijdperk kwam er na de steentijd? De B van Bronstijd. De B van Bronstijd met 1 T. Hoe heette de regeringsgebouwen in Moskou? Volgende vraag. Rabat is de hoofdstad van? Marokko. Marokko. In welk stadion speelt de FC Den Haag? Wist je hem? Nee. De Z van Zuiderpark. Zuiderpark, ja. En het kleinste eiland van de Nederlandse Antillen is Saba. Ja. Kremlin, hè? Kremlin was de laatste. Kremlin is de naam van de regeringsgebouwen in Moskou. Ja. Dat betekent met een stand van 680 tegen 180 dat Liesbeth de finale gaat spelen. Ja. Dat Jos, ondanks een goed terugkomen in de tweede helft van de wedstrijd, een goed gespeelde tweede helft, zeggen ze dat, niet die finale gehaald heeft. Ja. Dat betekent dat jij van ons de bekende museumjaarkaart cadeau krijgt. Ja. En het hartelijk bedanken voor het meedoen. Jos? Ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel. Okay. Ik vond het ook heel leuk dat je er was. Bedankt. Alsjeblieft. In mijn binnenzak, Liesbeth, heb ik 3 enveloppen waar 3 categorieën opgeschreven staan. De finale ronde, want jij mag dadelijk kiezen uit een van die, uit die 3 categorieën, mag je er eentje uitkiezen. De finale ronde levert per goed antwoord 400 gulden op. Liesbeth, categorie algemeen, categorie natuur, categorie sport. Nou, laat ik sport proberen. Sport proberen. Categorie sport, de gele envelop. In de categorie sport ga ik van jou de verzameling vragen. Sporten. Noem mij 10 sporten zonder bal. Ja. Balvrije sporten, 10. En die sporten die ik van jou wil horen, en je weet het, hè, als je een schitterende balvrije sport noemt met een hele mooie letter die in het rijtje staat, maar die ik niet wil horen, dan stuur ik je helemaal beatables in. Ja. Maar de beginletters zijn de volgende 10. Ja, je weet je hebt 10 antwoorden te geven. En daar heb je 90 seconden de tijd voor. 7 of meer zien we je terug voor een nieuwe kans. Okay. 10 is bingo en neem mee die handel. Ja? Ja, oké. Okay. 10 sporten zonder bal. 90 seconden. Ben je klaar? Ja. Ja? Oké. Okay. Zie je het met vertrouwen tegemoet? Nou, dat moeten we nog afwachten. Oké, okay, goed. Ja. Oké, okay, 90 seconden gaan nu in. De Z van zwemmen. Z van zwemmen. Staat, ja, staat wel op mijn lijst. De W van wielrennen. W van wielrennen is goed. De S van... Toch moeilijker als dat je denkt. De T van...
De R van rugby? De R van rugby staat niet op mijn lijstje. De R van... Probeer die televisieuitzendingen die voorbij dalen. Ja, even. Atletiek, hardlopen. Je hebt nog een minuut. Nee hoor. De set van... Heb je vroeger aan sport gedaan? Probeer dat. Nee, gymnastiek. We geven gymnastiek, maar die staat er niet bij. Nee. De J van... jagen. De J van jagen? Nee, staat er niet bij. De B van... Nee hoor. Absoluut niet. En je hebt nog een halve minuut. Ja. Laat je niet gek maken. Nee. Wat gebeurt er op de televisie? Ja, van alles. Ja. Voetballen. Ja. VV voetballen staat er ook niet bij. Nee, want dat is met een bal. Oh, dat is met een bal natuurlijk. Ja. 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 Wordt, zegt het dan ja. Nog 10 seconden. Nou ja, morgen weet ik ze allemaal. Dus... Nee, ik weet het echt niet. Lisbeth. Ja. Ja, dus zeggen ze. Helaas. 2. Ja, ja. Heb je misschien toch de verkeerde categorie gekozen, denk je? Nou, ik ben een sportmaniac, dus dan denk je dat dat wel aardig zit. Want algemeen is toch algemeen dan. Is het leid je aan brainstormkramp op zo'n moment? Nee. Nee? Nee, maar dus je probeert het dan... rond te breien, maar het gaat niet. Nee. 2 had je er. We gaan even kijken. Ja, dat is zeer slimmelig. We gaan even kijken. Nou, zo moet je het zeker niet zien, hoor. Je zal er maar staan op zo'n moment. Jawel. Absoluut. De S van schermen. Absoluut zonder bal. De T van turnen. Oh. Zwemmen had je goed. De R van roeien. Roeien, ja. De J van judo. Ook nog. De W van worstelen. Dat moet je, ik sla er een over, zie ik. De S van surfen. Worstelaatje heb ik in het voor moeten komen. De S van schaken. Ja. En de Z van zeilen. Ja. Dat waren ze geweest. Zijn niet mijn favorieten, maar goed. Nee. Oké, dat betekent dat je van ons wel de welgemeende warme handdruk... Hartstikke en de welgemeende museumjaarkaart krijgt. Ja. Een jaar lang heel veel musea staan voor jou gratis open. Okay. Hartelijk bedankt voor het meedoen en geef deze dame een applausje. En wij zijn volgende week terug, weer met 2 nieuwe kandidaten en met een jackpotbedrag inmiddels van 4900 gulden. Volgende week weer Brainstorm. Dank u wel. Iedere dinsdag op Nederland 1 bij de VARA. Bij de VARA. Bij de VARA. Ja. Rond half zeven. Dan valt er wat te beleven. Ik weet niet. Ja, dat weet meneer Cactus wel. En mevrouw Stemmond ook. Ja, want dan kunnen we allemaal kijken naar de... Gouden!